tijd mag nemen, want het is triest om hier te staan. Het is moeilijk om afscheid te nemen van een geliefde. Het is niet gemakkelijk. Het is niet eenvoudig om hier te staan en om afscheid te nemen van iemand die je lief hebt. Ik kan hier doen alsof, maar ik kan nooit dezelfde liefde voelen en ervaren als de ouders, als de broers, als de vrienden die hem van dichtbij hebben meegemaakt. Ik kan hier doen alsof ik verdrietig ben. Ik voel verdriet, ik voel woede. Zeker als het gaat om onrecht wat hem is aangedaan. Dat er mensen zijn die hebben gedurfd om een goddelijke taak op zich te nemen en iemand van zijn leven te beroven. Degene die ons zijn leven heeft geschonken is God zelf. En daarom is hij de enige ook die het leven van een ander mag ontnemen. Niemand hier op aarde mag het recht hebben om een ander te doden. Om een ander met geweld te behandelen. Dus ik voel die woede, ik voel dat verdriet. Maar ik kan niet hetzelfde verdriet ervaren als mensen die zijn bloedverwanten zijn. Die hem hebben opgevoed, die hem groot hebben gebracht. Dus hierbij staan we ook de ouders, de familieleden bij. In deze moeilijke tijden, want het is niet makkelijk. Zeker als je het niet zag aankomen. Zeker als het niet te verwachten was. Dan is het extra moeilijk. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala jullie bijstaan. En dat Allah subhanahu wa ta'ala het voor jullie allen gemakkelijk. Maar dit is een les voor ons allen. Het is een trieste moment, maar ik ervaarde toch een soort van blijdschap, vreugde. Toen al die mooie mensen bij elkaar zag komen. Vorige week, gisteren en vandaag weer. Dat er verschillende mensen vanuit verschillende achtergronden, verschillende denkwijzes, verschillende huidskleuren, verschillende religies, verschillende culturen bij elkaar zijn gekomen om één stem te maken dat we zoiets niet tolereren. Dat we allemaal elkaar, ook in moeilijke tijden, kunnen vinden, dat we elkaar kunnen steunen, dat we elkaar kunnen helpen. Zeker in zulke momenten. Dus het heeft inderdaad een trieste kant, een moeilijke kant, wat je niet in woorden kunt uitdrukken, maar dit geeft ook hoop dat het goed kan komen met de mensheid. En dat moet ons niet beperken tot een momentopname, tot vandaag, of gisteren of vorige week. Dat is een visie die wij moeten uitdragen. Dat we aan elkaar zijde moeten staan. Dat we elkaar moeten helpen. Dat we elke verderf. En dat is een serieuze boodschap. En ik hoop dat er mensen zijn die bereik hebben. Die jongeren kunnen bereiken. Muzikanten, rappers, artiesten of wie dan ook. Die onze jongeren kunnen bereiken met hun boodschap. Het is een serieuze zaak wanneer jij jongeren stimuleert om drugs te verheerlijken. Wanneer je jongeren stimuleert om geweld te verheerlijken, om wapens te verheerlijken, dat een norm is geworden en geen uitzondering meer. Broeder Faisal is geen uitzondering, helaas, moet ik zeggen. Het is een fenomeen geworden in de afgelopen weken zelfs. Hebben we afscheid genomen van 4 of 5 mensen die doodgeschoten zijn hier in Rotterdam. Dan heb ik het niet over heel Nederland. En dat is een collectieve verantwoordelijkheid die wij met z'n allen dragen. Het begint bij iets heel kleins. Bij het zetten van een profielfoto met een pistool erop. Of dit soort zaken opnemen in jouw teksten of in jouw boodschap of in jouw manier van denken. Dan weet je niet wat voor schade je aanricht in de samenleving. Terwijl wij hier op aarde zijn gezet om het juiste uit te dragen. Gisteren haalde ik een vers naar voren vanuit de Koran waarin God zegt: O mensen, we hebben jullie. Nee, tabarakalladhi biyadihil mulk. We hebben het leven en de dood geschapen om jullie op de proef te stellen wie van jullie de beste daden onderneemt. Wat zou het antwoord zijn op de dag des oordeels wanneer je voor de schepper gaat staan? Noem hem Allah, noem hem God, noem hem zoals jij wilt. Maar hoe zou jij je leven samenvatten? Wat zou jouw antwoord zijn op de vraag: wat heb jij gedaan? Wat heb je voor de mensheid bereikt? Wat heb jij? Wat was jouw toegevoegde waarde? We leven in Nederland met 17 miljoen mensen. Maar was je enkel een cijfer? Was je een last? Of was je een meerwaarde dat jij iets voor de samenleving betekende? Stimuleer die jongeren en mensen om jou heen om het goede uit hun leven te halen. Om het maximale uit hun leven te halen. Of was jij juist een rolmodel voor alles wat verderf is. Voor alles wat slecht is. Dus laten we niet emotionele mensen zijn. Die nu tranen over hun wangen laten rollen. En dat we morgen alles zijn vergeten. En dat we verder gaan met ons leven. Laat dit een moment van reflectie zijn. Waar gaat dit naartoe? Wat bereik ik? Wat wil ik bereiken? Wat is mijn doel in het leven? Ben ik hier op aarde gezet om alleen maar te eten en te drinken en naar wc te gaan? Of ben ik hier op aarde gezet om een verantwoordelijkheid uit te dragen? Ik zeg altijd, wij als mensen zijn als cellen in het lichaam. Elke cel heeft een functie. Elke cel in het lichaam heeft een functie. Als één uitsterft, komt er een nieuwe cel bij.
En dat is precies hoe het leven in elkaar zit. We hebben elkaar nodig, we hebben elkaar steun nodig, we hebben elkaar hulp nodig. En dat is een serieuze zaak die wij met z'n allen moeten uitdragen. Het gaat de verkeerde kant op met mooie mensen als jullie. Zelf met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala die juist de kant op gaan. Maar we hebben elkaar nodig om onze jongeren te redden. Om onze toekomst. Want dit wil ik niemand wensen. Mijn grootste vijand niet eens, als ik die überhaupt zou hebben. Dat wens je niemand. Zo'n eind wens je aan niemand. Dat hij van zijn leven, het maximale wat je hebt, moet beroven. Dat is onbegrijpelijk en onacceptabel. We kunnen niet alleen maar de overheid, of de politie of autoriteiten de schuld geven. Wij zijn collectieve verantwoordelijkheid. Met z'n allen dragen we daaraan bij. En alleen wij, wanneer wij met onszelf beginnen, wanneer wij over ons leven gaan nadenken, waarom heeft God mij hier op aarde gezet? Wat is mijn doel in het leven? Hoe kan ik mijn leven verbeteren? Het is nooit te laat, al ben je 80 jaar. Je kunt altijd die steentje bijdragen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, wanneer je een laatste plant in je hand hebt en je krijgt te horen, de wereld gaat nu vergaan, plant het. Want je doet iets goeds. Nooit uitstellen. Nooit zeggen als ik 20 jaar ben. Nooit zeggen als ik 30 jaar ben. Ik ga nu mijn leven leiden, ik ga genieten. En over 20 jaar, over 30 jaar ga ik een hele andere leven leiden. Niemand belooft je morgen. We hebben twee zekerheden. Dat je ooit bent begonnen te bestaan. Tweede zekerheid dat niemand kan vinden. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-Tahir al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. We zullen eerst even met een korte ritueel inshallah ta'ala beginnen waarbij Surat al-Fatiha gereciteerd wordt. En wij vragen Allah subhanahu wa ta'ala om dit op zijn weegschaal te zetten. Want wij allemaal zullen uiteindelijk hier terechtkomen. Dus wij lezen Surat al-Fatiha. Vervolgens doen we een aantal smeekbeden, dus du'a. En vervolgens heb ik een korte woordje wat ik uit het hart met jullie wil delen. Met de hoop dat we er met z'n allen wat aan hebben. Zodat we het ook in onze dagelijkse leven kunnen toepassen inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم لا خير لأخي الأخي صلى اللهم خير له والحمد اللهم خير له والحمد اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ارحمه برحماتك اللهم ارحمه برحماتك اللهم اغفر ذنبه اللهم اغفر ذنبه اللهم اغفر ذنبه اللهم اغفر ذنبه اللهم ثبته عند سؤال منكر ونكير اللهم ثبته بالقول الثابت عند سؤال منكر ونكير اللهم يا ربي وسع قبره مد بصره اللهم وسع قبره مد بصره اللهم يا رب اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعلها يا رب حفرة من حفر النار اللهم يا رب اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا رب نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ارحمه يا رب اللهم ارحمه يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمه ولا تؤذبه يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنه عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيته بيدك عدل فيه قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك أن تغفر له اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم اجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم أسكنه الفردوس الأعلى يا ذا الجلال والإكرام اللهم أسكنه الفردوس الأعلى يا ذا الجلال والإكرام اللهم أسكنه الفردوس الأعلى يا ذا الجلال والإكرام اللهم نور قبره اللهم نور قبره اللهم نور قبره اللهم نور قبره يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمه برحماتك الواسعة اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء ارحمه يا رحمن ارحمه يا رحمن اغفر له يا غفار اغفر ذنوبه اغفر ذنوبه واستر عيوبه إنك على كل شيء قدير اللهم يا رب اجعله في أعلى العليين اللهم يا رب اجعله في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا
اللهم اجعله اجمعه بأسرته في جنتك، اللهم اجعله اجمعه بأقربائه في جنتك، اللهم اجمعه بعائلته في جنتك. اللهم يا رب إن كان مسلما فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم ابدله دارا خيرا من داره، اللهم ابدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، اللهم ابدله دارا خير من هذه الدار. اللهم يا رب وفقنا جميعا لما تحب وترضى، وارزق أهله الصبر والسلوان. اللهم ارزق أهله وأسرته وعائلته وأقرباءه الصبر والسلوان. اللهم يا رب وفقنا جميعا لما تحب وترضى. اللهم اهدنا واهدي بنا واهدي الناس أجمعين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا مولانا من الراشدين، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أخذ يد المريض، نسأل الله عز وجل أن يشفيه. اللهم عجل بشفائه، اللهم عجل بشفائه، اللهم فرج عنه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع عنه البلاء ما ظهر منه وما بطن، اللهم ارفع عنه المصائب جميعا ما ظهر منها وما بطن، إنك على كل شيء قدير. حق الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.